Yo kijkers van Online Games en welkom dan bij de tweede stream voor vandaag, namelijk FIFA 20 Ultimate Team. Goed jongens, welkom weer. Twee uurtjes geleden, of ja, een uur geleden is eigenlijk Minecraft afgelopen. En nu het is natuurlijk 4 uur en dat betekent dat wij lekker FIFA 20 Ultimate Team gaan doen. Ja, we gaan denk ik sowieso een wedstrijd voetballen, dat sowieso. Dat gaan we zeker doen. Dat was sowieso van plan. Elke keer als deze stream komt, deze doen we dus 3 keer per week. Wanneer dat weet ik niet meer, dan moet ik nog even na gaan kijken. Wij gaan in ieder geval wel, ja, misschien wat spelers nog aankopen en dat soort dingen allemaal te gaan doen. Dus dat wil ik sowieso gaan doen vandaag. En de wedstrijd spelen, misschien zelfs 2. Als het mij tenminste gaat lukken. Dus we gaan lekker een uurtje weer lekker verder. Misschien ietsjes lang, een uur en een kwartier. Moet nog allemaal gaan bekijken. Wij gaan gewoon in ieder geval lekker verder ermee. Ja, kom weer helemaal goed. Prima, goed. Ja, goed. Prima, ja, alles doet perfect. Goed, ja, goed, ja, ja, goed, ja. Zo, kunnen we die wegdoen. Perfect, ja, goed, ja, ja, goed, ja. Kijk eens aan. We hebben hier 1. Dus dat betekent dat er hier en daar wel wat... te doen is deze nog 650 nodig. Een vriendschappelijke wedstrijd. Veldheer en geluksbal. Dat kunnen we nog wel doen. Speel team of the week. Bereik 85, 6 groen naar links. Bereik team kies 100. Dat gaat me niet lukken. Speel 2 wedstrijden over 5 uur. Dat kunnen we misschien wel halen. En dan kunnen we deze doen. Dus misschien dat wij vandaag deze zo proberen om deze 3 te gaan doen. Dus dat we speel 2 wedstrijden. Dus dan kunnen we een fit vriendschappelijke wedstrijd doen. En dan die. Dan beginnen we eerst met deze. Win een wedstrijd. Dan kunnen we proberen om een vriendschap... Ja, we moeten weer een wedstrijd winnen. Dat sowieso. Zodat we die vriendschappelijke wedstrijd kunnen winnen. Ja, die kijken we de volgende keer wel even. Speel rivals. Dat wil ik sowieso nu gaan doen. Dit ziet er allemaal prima uit. Laat ik hem erin zetten. 87 heeft hij. Oké. Thuis deze zo verder. Dus dan heb ik een huurling daarin gezet. Is 87 en moet de allergie. Oh, doe even normaal. Dit gaat het niet worden, Team Geest 100, ja. Dit gaat een flinke nederlaag worden, denk ik. We gaan het wel proberen. Het is een perfect, goed. Prima, hè? Goed, ja, ja, goed, ja, ja. Welkom, beste kijkers. In het roemruchte Wembley Stadium. In het voetbalgekke Londen.
Bij deze wedstrijd hoort u het commentaar van Jeroen Guter en van mezelf, Siert de Vos. Vandaag twee kemphanen die gaan strijden in Division Drive. Figo, ja, die is wel denk ik goed. Nou, daar gaan we weer, hè. Net als afgelopen vrijdag. Het is nu tijd voor de aftrap. Quincy Promes. Steekbaas in de ruimte. Die staat meestal voor Bubbel Okkel. Kai Havertz. Oh ja, Kai Havertz. Die is wel goed. Die heeft... Deze partij aan de bal. Geen wedspel. En los van zijn man. Wijnaldum. Ah, verdomme. Manuel Neuer heeft die gast. Ja, de eerste redding was indrukwekkend hoor. Echt zien wat hij kan vandaag. Vigo. Hij moet op Kalek, doet hij dat? Ja, dat doet hij. En... Ja, Wijnaldum bijna voor de 1-0. Nee, hij had natuurlijk heel iets anders in gedachten. Nu zeilt de bal ver weg van het doel. Vigo. Wat? En een vrije trap nemen op een gevaarlijke positie. Geel. Zo, de man met de fluit laat zien dat hij gelijk bij de les is. Geel. Ja, je kunt duidelijk zien dat deze scheidsrechter... Oh, hij is al genomen. ...de wedstrijd kort boven zit. Figo. De man met de bal. Quincy Promes, die kan er niet alleen. Die heeft hulp nodig. Bal voor Luis Figo. Luis Figo. Ah! Even lucht. Thiago Alcantara. Kai Havertz. Tegenstander neemt over. Lingard. Wijnaldum. Doelkant. Wijnaldum! Weer die keeper! Ik moet eerlijk zeggen dat ik verbaasd ben dat wij onze keeper niet veel hoeven te doen. Nou moeten we hem corner. Op zich gaat het goed hoor. Wij hebben meer de bal, wij hebben meer kansen. Want de gast tegen wie ik speel heeft nog geen één kans gehad. Ah! Jadon Sancho. Alle ruimte voor een dribbel. Thiago. Blind. Afgestopt. Ze kunnen snel uitbreken nu. Lingard, dit dat falen. Maar ze verliezen de bal. Ze leveren de bal in. Op de flank gespeeld. Zo. Met die ingreep komt hij je bal bezit op de vleugel. Het is zo irritant dat dat van die lek zijn, hè? Ze zitten tussen. Lingard. Nog steeds op weg naar het doel. Ja, geef die bal maar voor. Niet makkelijk, wat gaat hij doen? Ha, dat is niks. Hij had hem moeten doorspelen. Het druk zetten is niet voor niets geweest. Hij is er door! Oh, Manuel Neuer staat dus in de weg. Van Bayern München speelt hij. Jongen. Ik kom er niet gepasseerd bij hem. Bal blijft hangen. Dan gaat hij er vlak langs weer. Volgende mogelijkheid. Mogelijkheden stapelen op. Wijnaldum! Weer die keeper! Weer! Het spel gaat verder. Ah! Stond er al weg. Auw! Oh. Zoveel kansen creëren zoals we hier kunnen zien. En dan toch niet op post kunnen. Dan kun je je afvragen, is dat een gebrek in afronding? Of
loopt, belabberd afwerken. Thiago Alcantara. Ja, gevaarlijke steekbal. Blind, goed gedaan. Eindelijk levert dat dus iets op, helaas. Yes. Is het goed? Dit is slim. Vigo. Zeeën van ruimte voor zich. Ah. Dan is het wel een corner. Over. En ja, het verbaast mij dat het gewoon nog 0-0 staat. Het is ook weer dom. Als je het goed wilt doen, doe het dan goed en zuiver. Lingard. Ah, hij wachtte veel te lang. En nu heeft hij de ruimte om te schieten. En nou is hij gehoord en scoort. Het is 1-0. Wij leiden met 1-0. Andreas Pereira. En het is een terechte voorsprong. Het eerste doelpunt is gemaakt. Stand is 1-0. 1-0. Hij wordt omgeroepen, natuurlijk. Wijnaldum. Lucas Torreira. Komt aan de bal. Wat doet hij nou? Hij lekte! Oh, die legs. En Onana. Hij wordt nog voor de lijn tegengehouden. Het is 1-0. Ik denk dat de coach niet veel heeft te klagen over zijn spel in de eerste helft. Zo speel je natuurlijk wel een cruciale rol, hè? Door vlak voor rust te scoren en je ploeg op voorsprong te zetten. Daarmee stuur je je tegenstander met een heel vervelend gevoel de kleedkamer. Gaan wij het zo laten staan? Ik denk het van wel. Het loopt allemaal prima. Ja, goed. Voor mij betreft kunnen we wedstrijd hervatten, hoor. Oh, hij wacht al op mij. Tweede helft. Oh, hou op met die legs. Nee. Dat is eigenlijk duwen. Ze kunnen snel uitbreken nu. Rustig. Oh, die lijkt jongens niet meer normaal. Waar is die bal nou? Daar. Ja, soms dan weet je gewoon niet waar die bal is. Hier, waar is die bal? Dat kwam puur door die legs. Ik zweer het jou. Het komt echt door die legs. Nu begint het echt irritant te worden, hè?
Onana. Langs. We gaan het heel even anders doen. Ik ga hem even opnieuw streamen. Want die gast die komt niet. Godverdomme. Ze leveren de bal in. Figo. Ruim baan op de vleugel. Figo. Ruimte zat voor de voorzet. Tussen. Ah, Wijnaldum. Dit was je moment, man. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Denk die bal maar door. Ja, leuk. Mijn controle is uitgegaan. Zo, hoor natuurlijk helemaal niks, hè? En de doelman kan hier even de druk niet aan. Belabberd. En ze werken de bal. En rustig. Wat rustig, niks rustig. Doorgaan. Nu kan er een counter komen. Ah, shit, hé. Maar ze verliezen de bal. Dan doe je dat goed allemaal. ...84 erin. En dan... ...ook een 82. 84, dat is misschien beter. Hier zo tussen, nice. Lucas. Open wedstrijd en gebeurt van alles. De kanttekening die je kunt maken is dat het verdedigen toch al zwak is. En nee, shit, hey. Lucas. Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, voor zo'n kans. De lady. Weet die paas onderschept. Goed opgelet. We hebben nog 20 minuten te gaan. Quincy Promes. Jadon Sancho. Thiago Alcantara. Dat moet toch lukken deze bal. Geweldig redding Onana. Nu zijn zij weer de ploeg die sterker is. Shit, god. Jadon Sancho. Wat? Vrije trap op een gevaarlijke plek. Op een hele gevaarlijke plek. Moet je komen kijken. Ik ga hier zo staan. Die gaat zelf door de muur. Dit is een prima balletje aan de City! 2-1, Georgina Wijnaldum! Georgina Wijnaldum doet het! En het is 2-1! En nu hebben we nog 12 minuten op de klok. We moeten geen domme dingen doen. Rustig, kalm blijven. Wisselen, nu!
en 79 rijdt voor De Vrij. Ja. Slechtste eruit, beste erin. Zo moeten we dat doen. Makkelijk afleiden. Georgina bij Adem. Guy Havertz. Thiago Alcantara. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Oh, wordt ingeleverd. Ah, mijn naam was... 10 minuten nog. De leen. Ah, hij levert het zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Wijnaldum is erdoor. Wijnaldum. Wat die... Ah, Wijnaldum die stopt niet in één keer. Dat had hij niet moeten doen. Ze geven de bal weg. Vigo. Mats Hummels verovert de bal. Jadon Sancho. Slordig. De bal bezit. Lucas. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Ah, hij komt er gewoon niet door. Kai Havertz. Listige steekbal. Thiago. En dan zo. Kijk eens, de bal zit erin. Ongelooflijk. Hoe is dit? Hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe? Bal verovert in de eigen 16. Hij werkt hem weg. Je weet dat je zo dichtbij bent, hè? Zouden ze dan toch nog op voorsprong komen? Sydney. Hé, die houdt er vast. Komt er nog een kans? Komt er nog een kans? No! Godver! Ongelooflijk! Dat is toch een goal, hoor? Keeper raakte hem toch? Dat had een belangrijke goal kunnen zijn. Misschien spookte dat ook al even door zijn hoofd. En dan krijg je een uitgekiende steekpaas. Het zal toch niet zijn gebeuren? Meijer! Corner! We krijgen nog een corner! Corner! En er gaat er eentje naar beneden. Dat is... Nee, niet Te Vrij. Waar staat hij? Onana! Het doel is leeg! Hoekschop komt midden in de 16 te binnen. Nee, die komt niet aan. Niks. Mogen we nog één keer? Nee, het is afgelopen. 2-2. We geven het weer weg! Een gelijkspel dus. Ik vind dat wel terecht. En jij? Ik vind dat eigenlijk ook wel terecht. De twee teams hebben elkaar fel bestreden, maar... Maar als je zo bekijkt... ...hebben we het toch wel goed gedaan. Kai Havertz. We krijgen wel een hoop geld, dat is mooi. Twee, twee weer, nou. Fut plus 8. Nog. Nog een 2. Goed. Fut centrum geeft je in één keer 3 aan. Seizoen voortgang. Oh, die doe ik dadelijk. Eerst even de baas, want we hebben weer wat verdiend. Oh, bereik 85. Is die voltooid? Oké, prima. 150 munten erbij. Die moet en die moet. Dan krijgen we juist deze Pirlo.
Wie kunnen we pakken? Een linksmid. Een verdediger. Cristiano. Ik denk dat ik voor hem ga. Zo. Nog 450 voor deze. Dus op zich hebben we het goed. We hebben winkel 1. Even kijken wat dat is. Ja, dat is, ja, is toch 78. Maar is toch... Die doe weg. Weg ermee. Uitgelegde doelstellingen. Fut vriendschappelijke wedstrijd. Dit is nog nooit, dit heb ik nog nooit gedaan op de bank spelen. De bank. Dus ik denk dat gewoon online. Niet alles mag. Gewoon een klassieke wedstrijd. En dat gaan we doen. Gaan we gewoon zo doen? Ja, dan gaan we door. Aan de andere kant moet ik toch gaan winnen. Oké. Okay. Klassieke wedstrijd met officiële regels. Dat is gewoon de normale. Online Games League FC Feyenoord. Oh. Primair, ja. Is het dan met alle... Ik heb niet de opstelling van hun gezien. Kom aan. Crespo. Hij is ook een Nederlander. Verdediging goed op. Leon Modric. Oh. Heeft die gasten er allemaal in. Die doelman moet opletten. Huh? Zo zit hij. Ja, misschien zit hij in een heel... Dit gaat een verloren wedstrijd worden, sowieso. Lekker is het pas.
Met likes natuurlijk. Onana, en dan gaat hij er een instantie er nog in. Is het gewoon weer 2-0. Hoe dan? Oh, die legs zijn echt irritant. Gnabry 3-0. Nee, geen 3-0. Ja, wat is dat nou weer van bal? Ja, weet je, ik heb er gewoon geen zin meer in. Hop, weg ermee. Even hier weg. Oh, het is nog een doelpunt maken ook nog, hoor. Oh. Kunnen beter een basis. Die moeten we sowieso ook een keertje wel doen. Zullen we hem dan gewoon weer opnieuw doen? Ja, waarom ook niet? Gewoon weer opnieuw. We beginnen weer vanaf voren af aan. Prima, ja. Dribbelen geen tegendoelpunt, snelste doelpunt heeft hij. Dat is wel moeilijk. Ook namens collega Ruther hier naast me. Lol. Hartelijk welkom bij deze wedstrijd vandaag. Professor De Vos, ik kan niet wachten. Laat die wedstrijd maar beginnen. Maar ik kan niet zien wie de heet, Witzel. Oh, hier kun je het opvangen, dit is prachtig gefloot, hij geeft voordeel. Ja, was natuurlijk gewoon Jean-Paul Wojciech. Daar is het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Ja, kom doorspelen. Goed gericht. En dan eindigt de bal links in de hoek. De score is op. Het is 1-0. Nederlander. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of die dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat. Een corner toch? Nee. Dan is het nog binnen. Daar gaat hij weer, Onana. Ja, mooi gedaan, zeg. Oh, die lijkt zijn echt verschrikkelijk irritant.
Waar is die baan nu? Nu begin je echt heel irritant aan het doen. Ho! Wat, ik zie helemaal niks, hè? Die lekte als een malle. Die steekbal is gevaarlijk. Bij het spel toch? Nee. Oh, dat is slim jongen, heel slim. Van dat pak. Heeft hij geel? Oh, wordt ingeleverd. Daichi Kamada. Die bal ernaast, oh, maar wel goed geschoten zeg. Ja, je ziet het, hij wil de bal gericht plaatsen. Blind. Dan mikt hij net niet nauwkeurig genoeg. Die moet nu komen, juist! Niemand in de buurt daar. En nu de voorzet, denk ik. Ah, hij stopt, maar hij moet doorgaan. Nou, het ziet er wel een stuk beter nu uit. Jean-Paul Boetius. Kan een doelpunt worden. Dat is de greten. Dat staat hier buiten spel. Sydney. Veel ruimte op de vlak. Gaat dit wat worden? Ah. Corner. En oeh, en al een goede kans. Ja, het is wel een vriendschappelijke wedstrijd, maar even goed. Prima, dan zet hij er weer in. Jongen. Volgende. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Richting het doel van de tegenstander. Dat is... Huh? Niet verrassend, hij geeft een vrijdag. Waarom Onana? Dat heb ik niet... Ja, wat is dit nou weer? Oh ja, mijn controle is uitgegaan. Dan speelt het gewoon door. Ja, nu kan er een counter bekomen. Ze kunnen het nog allemaal maken. En dan nu een mogelijkheid. En een uitbraak. En dan hebben we weer genoeg mannetjes, zou je zeggen. Maar hij plaatst de bal schitterend. Gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Ja, gevaarlijke steekbal.
Hij zit hem in het midden voor. Ze krijgen die bal maar niet weg. Onana. Onana, wat redt hij op knappe wijze, zeg. Dat is heel dichtbij die kans. Hij komt voor het doel. Over. Nou, de vriendschap lukt is ook helemaal niks. Alles wat maar tegen. Ja, weet je wat? Ik kap er gewoon mee. Dag. Ik heb er zo geen zin meer in. Dan doen we wat anders. Dan vergeten we die maar. Tegen. Oh, kijk. Zullen we dan dit gaan doen? Speel tegen team, dan pakken we deze. Ja, semi-prof. Dan doen we deze maar gewoon. Doen we deze maar gewoon. Nou, dat is op zich wel te doen. En doen we die gewoon. Is denk ik wel wat beter. Nou, dan gaan we kijken of er ook wat lag zijn. Maar dit is veel beter. Oh nee, dat meen je niet, hè? Is hij daar ook zo? Hoe kan dat? Hoe kan die ook zo gaan leggen? Hoe kan dat? Waar is dat nooit zo? Nou ja, dan spelen we deze wedstrijd maar helemaal uit. En dan vind ik het mooi geweest. Maar de Lex hou het wel leuk. Ja, hij is wel op zich wel goed. Hij is lekker snel, daar hou ik wel van. Nog steeds in aanval. Hop, goed gedaan, 1-0. Zo willen we hem zien, hè? 1-0. Het is ook een squad battle, hè?
Nou, hebben die ook al voltooid. En dan gaat hij weer 2-0. Wat? Niet door. Jongen. Zie je, hier raakt hij ook zoveel. En nu zet hij! En telt hij wel! Zet mee. Zie je, hier gaan ze gewoon. En je hebt hier niet echt dat het online is. En is het 2-0. Kijk, en dit is wel leuker. Francesco Acerbi, Douglas Costa, Kevin Volland. Hij zorgt dat de pas niet aankomt. Vigo. Hij stroopt verderop. Dat is goed. Hoppa, 3-0. Jorginho bijna hadden. En 21ste minuut. Dat zit er wel heel lekker in hoor. Mooie aanval. Mooie voorzet. Een aardige afstand. Kijk eens even. Ja, zie. Deze speler staat wel bekend dat hij een uitstekende voorzet in de benen heeft. Ja, goed afgemaakt op die bal. En hier nog een keer hoe die kopbal erin gaat. Ja, maar de voorzet. Mooi op. Geweldig. Heel secuur voor de goal gebracht. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die... Wijnaldum. Einde aanval. Vidal. Mark Rashford. Doeke Boeré. Kevin Volland. Sterke tackle. Pak de bal op. Ja, dan ligt hij aan een pas hier naar hem. Ja, dat werkt niet. De speler werkt de bal weg. Promes. Kan Quincy Promes erdoor? Ja, hij is erdoor. Dit is... Lingard! Maar dat is een corner. De bal raakt de tegenstander. Het wordt een hoekschop. In het midden van de 16. Een slachtige poging om de bal weg te werken. Gevaar is voorbij. De doelman pakt de bal. Douglas Costa. Uro Vidal. Kevin Volland. Marcus Rashford. Op de knap nu. Kevin Volland. Ja, dan stopt het soms wel goed makkelijk. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Ja, hier is een voorzet. Wat ik vanaf toch begon. De bal gaat buiten. Inboord. Lucas Torreira. Nou, Lingard. Listige steekbal. Het is geen buitenspel. Deze mag erin. Zo. Hij haalt hem voor zijn voeten weg. Ik wou de keeper passeren. Mooie klassieke redding van de doelman. En precies op het goede moment uitgekomen. En de bal gaat naar de tegenstander. Sydney, Andreas Pereira, Vigo krijgt hem. Zou wel eens wat kunnen worden en ik kom eruit. Andreas! Doelman had hem, bal blijft binnen. Deze getallen zijn prima voor de verhouding. Kijk, en dit zijn wel leuke wedstrijden die je nu kan doen.
Je weet dat je hier gewoon kan gaan winnen. En dat het allemaal gedaan kan worden. En zo is het 4-0. Hij schiet hem van dichtbij in. Geen bijzondere prestatie, maar ik heb ze ook wel eens missie gehad. In één keer op de slot. En zoef, raak. Ja, sublieme volley. Technisch perfect uitgevoerd. Ja, 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Kevin Volland. Hij weet er voorkomen dat die paas. Quincy Promes. Hij komt al niet bij. Memphis Depay. Vervolgt zijn weg naar het doel. Goed gezien, jongen. Vigo. En dan kan hij hem klaarleggen. Dat kan natuurlijk ook, maar dat wordt wat moeilijker. Eerste helft, we staan voor. Gelukkig. Ik ga gewoon de wedstrijd hervatten. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Dribbelt verder richting doel. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Douglas Costa. Kevin Volland. Marcus Rashford. Hij redt goed op en onderschept die paas. Jesse Lingard. Een leek balletje diep. Ha, buitenspel. Hij staat buitenspel. Dat is jammer. We zijn ook al bijna een uur bezig, joh. En daar zit hij. En nu telt hij wel, ja, via Wijnaldum. Wijnaldum maakt haar trek. Drie keer scoren, hat-trick. Hij mag de bal straks hebben. Lekker hoor, hij heeft al een paar thuis liggen. Elke keer weer, voor hem is het team. 5-0 alweer. Dat is goed, Vigo. Verschil is duidelijk. Hij is snel. Onana. Lucas Torreira. Ze kunnen snel uitbreken nu. Buitenspel. Ik zag die hier aan trekken met zijn vlaggetje al. Ze gaan een andere speler proberen. Bergwijn is erin gekomen. Tegenwoordig bij Tottenham. Als ik het goed heb. Verdediging effectief hier. Lucas Torreira. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze strijd. Marcus. En we wisselen weer van balbezit. Promes. Wijnaldum. En met de bal aan de voeten uit. De buitenspel gaat niet door. Zo. Goed hoor, die hier oordeel geeft. Dan kom je bij elkaar aan. Dat is natuurlijk een vrije trap. Dit zou
eens in de buurt van het doel. Blind. Harry Maguire. Nou, weer buitenspel. Jongen, 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 jongen. We gaan ook gelijk meteen dat 3 wisselen. Het maakt toch allemaal niet zoveel uit. Laten we hem eens in de keer keepen. Dat is een stevige maatregel. Er worden 3 spelers tegelijkertijd gewisseld. En daar zit hij, Bergwijn. Zie je eens bij Tottenham. Hij zet zijn hoofd er heel goed tegenaan, zeg. Ja, precies de juiste richting. Wat is eigenlijk zijn allergie, hoeveel heeft hij? Hij heeft 82. Misschien dat ik hem ook kan kopen. Kevin Volland. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Moet het doelpunt worden? Dat is zonde. Oh, dat gaat weer leggen. Een hart. Dat is echt zo irritant bij dit spel, hè? En daarom doe ik dit maar 1 keer per week. Ja, nu iets vaker dan. Hij kan mooi doorstomen daar. Hij kan niet alleen. Wijnaldum. Wijnaldum schiet maar eens een keer, jongen. Nog. Ja, na deze dan stoppen we er ook voor vandaag weer mee. Ander Herrera, Lucas Torreira, Steven Bergwijn, Ben Chilwell, Nicolas de la Cruz. Dat is mooi. En nu zelf afmaken, ja, natuurlijk. Maak hem zelf af. Het lijkt misschien makkelijk om deze bal. Kijk, hop. Is het eigenlijk ook voor deze afstand. Hier in de herhaling. Ze blijven druk zetten en dan gaat deze er ook in. Voor de tegenstander is er één gelukje. De tijd zit er bijna op. En zo tegen het einde van het set maken ze nog een doelpunt. En is het duel echt beslist. Een inworp. Ach, jongen. Ander Herrera. Amin Younes. Hij schiet de bal. En Kostel. Gooit meteen. Uit. Oh, nu beginnen we wel de legs. Wijnaldum is de man van de wedstrijd, dat wordt omgeroepen. Och, neem hem dan niet. Nou ja, misschien raakt hij het dan. Laten we het daar maar ophouden. Hij gaat 3 minuten blessuretijd spelen, dan wordt er afgefloten. Steeds een... Waar is die bal? Oh, daar, joh. Pas.
En dan zit het erop. Of ja, het zit erop. De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. Hij speelde werkelijk Vigo Kern. We zijn ook een uur bezig. Een dikke team krijgt hij. Kijk, dit zijn een hoop geld, hè. Dit zijn een hoop doekoes. Voortgaan squad battle. 785. Die moeten we nog allemaal gaan doen. Hoppa, win één wedstrijd. Score 3 keer. Die ga ik verkopen. Zo. Dan hebben we die. €200 erbij. Die wil ik verkopen, want daar heb ik niks aan. Ik krijg er niks voor, die hoef ik niet. Alleen deze nog. Zo 4 uur afgelopen. Dan. Nou deze. Klein beloning. Batch 1 horen. Ja, wat moet ik met die batch? Daar heb ik niks aan. Dan pak ik gewoon bijvoorbeeld die. Bevestigen. Die ga ik ook snel verkopen. Nou deze. Die nog 390, die moet nog heel veel. We zitten bijna bij niveau 8. Die zou ik wel willen hebben, die vuur. Het is wel mooi. Dan doen we nog de winkel 1 pack. 7 zijn daar zeldzaam. Rechtsachter André Almeido. 81. Dat is goed. Die doen we weg. Die gaat weg. Die gaat weg. Die gaat weg. En die gaat weg. Deze die heb ik dubbel. Dus die gaat weg. Die gaat weg. Die gaat weg.
Die gaat weg, wat is dit? Die gaat weg, die gaat weg. Gaat allemaal weg. We hebben ruim 18.000. Dus komt goed, dan moeten we even kijken welke spullen ik wil hebben. Nog maar, dat gaat helemaal goed komen. Dat gaan we de volgende keer doen. Wanneer zien we elkaar natuurlijk weer? Ik geloof dat we woensdag weer elkaar zien. Of niet? Ja. Morgen komt GTA Call of Duty en Minecraft. Dan hebben we woensdag om 12 uur zien we elkaar. Nou, dus woensdag op de vroegste tijd om 12 uur zien we elkaar natuurlijk gewoon weer. Vonden jullie dit nou een toffe stream? Natuurlijk een uur en 6 minuten. Ietsjes langer dan Minecraft. Maar dat maakt niet uit. Over een uurtje ongeveer komt Prison Architect. Ik hoop dat jullie er ook allemaal erg bij zijn. Dat wordt ook best wel leuk. Ik denk dat we daar ook wel ruim een uur erover gaan doen. Ja. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan natuurlijk. En als je mij nog niet volgt op Instagram, doe je dat natuurlijk ook. Dan zien we elkaar woensdag om 12 uur gewoon lekker weer. Ik hoop dat jullie dan open zijn. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot woensdag om 12 uur dan maar weer, hè, jongens. Mazzel!